Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze reeks gaan we kijken naar belangrijke rechtsfilosofen in de geschiedenis met in deze video Hans Kelsen in de hoofdrol. Eerst gaan we kijken naar Kelsens visie over recht. Kelsen meent dat het recht richtlijnen bevat voor de burgers en regelt hoe gereageerd moet worden als deze richtlijnen niet worden nageleefd. Het recht is volgens hem een dwangorde die ongewenst gedrag straft door middel van sancties. En beide zijn door het recht geregeld. Kelsen bedoelt hiermee dat het recht dus ook bestaat uit regels over regels. Dit is voor hem kenmerkend voor het rechtssysteem. Recht is namelijk een manier om menselijk gedrag te sturen door middel van dwang. Dan nu Kelsens visie over morele en sociale regels. Kelsen vindt dat zowel bij morele als sociale regels dwang toegepast moet kunnen worden. We hoorden net dat het recht dus twee taken heeft. Het schrijft voor welk gedrag moet worden vertoond en welke sanctie er staat bij overtreding. Deze dubbele taak is echter afwezig bij sociale en morele regels. Deze regels bepalen namelijk wel wat niet mag, maar ze bepalen niet welke sanctie opgelegd kan worden bij niet-naleving. Dan nu Kelsens visie over de soeverein. Kelsen beschrijft dat de soeverein alleen geïdentificeerd kan worden door de rechtsregels. De rechtsregels beschrijven namelijk wie de soevereine wetgever is. Dan Kelsen over sancties. Volgens Kelsen is een sanctie een maatschappelijk georganiseerd dwangmiddel die wordt opgelegd door een individu die daartoe is aangewezen, op een manier die is vastgesteld en welke wordt opgelegd aan een individu die verantwoordelijk is voor het gedrag dat tegengesteld is aan die orde. Dit gedrag noemen we delict. Tot slot is Kelsen van mening dat het recht neutraal en wetenschappelijk bestudeerd moet worden. Wetenschappers moeten zich verre houden van gekleurde oordelen. Er moet dus een typische structuur komen voor recht wat wordt onderzocht. Kortom, Kelsen benoemt dat recht bestaat uit twee elementen. Welke regels er gelden voor de burgers en welke sancties er opgelegd kunnen worden bij niet naleven van de regels. Kelsen noemt dit ook wel gewetsmonopolie. De geweldsmonopolie houdt in dat de rechtsorde zelf bepaalt wie bevoegd is om dwang toe te passen. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.